Maar u kunt geen motie indienen in de raad, daar heeft u één of meerdere politieke partijen voor nodig. Dus op die manier kunt u dat gezamenlijk entameren. Vervolgens zult u daar ook over geïnformeerd worden. En op 8:58 tref ik u weer om dan het geheel af te sluiten. Veel plezier. Nou, wij willen graag een natuurspeel en ontmoetingsplaats creëren op het veld op de hoek van Nijenallee en Bassin. Daar is nu een voetbalveld en er wordt eigenlijk heel weinig gebruik van gemaakt. En het lijkt ons fantastisch als daar een natuurspeeltuin komt. De waar het bij mij om gaat is bij het vinden van stageplekken, vooral voor mbo-leerlingen. Van niveau 1 en 2, dat er overal, dit is landelijk ook, maar ook hier in Almelo een probleem is. Welke rol kan de gemeente daarin spelen? Nou, ik heb daar ook over nagedacht. Wat ik vind, dat gemeente naast zeg maar, een goede matching tussen aantal leerlingen van school en van de bedrijven, zeg maar werkgevers, en een soort volgsysteem kan opzetten en ook een beetje een sturende rol in kan hebben om mensen toch maar genoeg voldoende stageplaatsen aan te bieden en van hun stageplaats te voorzien, zodat probleemloos hun opleidingen allemaal door kunnen gaan. We hebben in Almelo een mooie jachthaven. We varen daar met een leuke praam, stad Almelo 2, daar ben ik schipper op. We hebben havendagen, maar we missen een boottrailerhelling voor de kleinere scheepjes. Is zo'n helling noodzakelijk? Als je Almelo wat interessanter wil maken voor sportliefhebbers, waarbij veel bewoners ook kleinere bootjes hebben op trailers, dan denk ik dat zo'n trailerhelling ook voor de bewoners in de nieuwe wijken, maar ook in de bestaande wijken, echt wel wat te leveren heeft. De tweede motie is de motie die te maken heeft met de mantelzorgers in Almelo. Waarvan wij vinden dat wanneer iemand mantelzorg verricht voor de oudere de senioren in Almelo, dat die niet aan de ene kant een aardje over een bol krijgen van de gemeente en aan de andere kant door de sociale dienst op hun vingers worden getikt, omdat er eventueel dan een korting van toepassing is in verband met het kostendelersnormverhaal. Ik ben een bekende persoon in Almelo en ik heb een spiegelbeeld van de cultuur laten zien 8 jaar in de stad. En dan wil ik Almelo positieve kant brengen en gewoon als heb ik plek, dan kan ik laten zien mijn ideeën.